Goedenavond en welkom bij het volgende webinar van onze Nationale Vastgoedweek. Het webinar gaat over het aankopen van vastgoed. Doe je dit best privé of via de vennootschap? Mijn naam is Thomas Verschaven en ik zal jullie de komende 20 à 25 minuten informeren omtrent de verschillende opties en de verschillende overwegingen die u moet maken. Want ja, wat is nu de beste keuze bij een dergelijke aankoop? Heel vaak kun je dit pas achteraf met 100% zekerheid zeggen. Je kan immers niet op voorhand alle factoren in rekening brengen en inschatten. Zo weet je uiteraard niet op voorhand hoe lang dat u het pand zal aanhouden. Hoe en in welke mate, en zeker actueel, zal de fiscaliteit wijzigen. Dat maakt eigenlijk dat die keuze bij aanvang toch niet zo evident is. En met dit webinar willen jullie vooral wat duiding geven omtrent de verschillende factoren of een aantal factoren die u toch in rekening moet brengen bij aanvang en bij het maken van de keuze. Nu, we starten eigenlijk met even stil te staan bij de kosten bij aankoop. Dus eigenlijk de fiscaliteit bij aankoop. Dat noemen we eigenlijk de zogenaamde indirecte belastingen. Met name eigenlijk de verkooprechten. Daarna gaan we ook inzoomen op de taxatie van de huurinkomsten, dus gedurende de looptijd van het aanhouden van het pand. En dat bekijken we zowel voor panden die privé worden aangekocht als voor panden die worden gekocht via de vennootschap. En op het einde, wanneer het pand dan zou eventueel worden verkocht, dan realiseert u hopelijk een meerwaarde. Dan bekijken we hoe gaan we om, of hoe gaat de fiscus om met de meerwaarde wanneer het pand privé is aangekocht of via de vennootschap. En tot slot zal ik jullie trachten een conclusie te geven omtrent die diverse factoren die we zo net besproken hebben. En zal jullie dit hopelijk dan in staat stellen om een goede keuze te maken, eventueel in samenspraak met accountant of bankier. Even wat praktisch, omtrent de vragen die eventueel zouden komen tijdens het webinar. Stel deze rust via de chat. Mijn collega zal deze dan beantwoorden. Dan stel ik voor dat we van start gaan. En weet eigenlijk globaal gezien dat de juiste keuze maken, dat sowieso afhankelijk is van meerdere factoren. En wat dat wij altijd proberen mee te geven aan onze klanten, aan onze investeerders, dat is dat de juiste keuze maken niet alleen afhankelijk is van de professionele verwachtingen op korte of op middellange termijn, maar eigenlijk ook van de familiale en financiële verwachtingen die u als investeerder dan of als koper zou hebben op middellange en lange termijn. Nu, dat is natuurlijk vrij vaag, hè? Dus vandaar dat ik dat graag wat verduidelijk. Wanneer we eigenlijk spreken over het aanhouden of het kopen van een pand, dan weten we dat het vastgoed kopen en aanhouden, dat eigenlijk ook in bepaalde levensfases loopt. Dus dat eigenlijk wat gelijk loopt vaak met de levensfase die je als mens doormaakt. Met name, alles start natuurlijk met de aankoop. Straks meer daarover. Maar daarna wordt het pand ofwel aangehouden voor eigen gebruik, ofwel wordt het pand aangekocht met als oogpunt om te verhuren als investeringspand. Na verloop van tijd, het zij 15, 20, 25 jaar, dan komt u in een fase waarin u het pand ofwel wenst te verkopen, omwille van het feit dat de onderhoudskosten toenemen of om de meerwaarde te realiseren. Maar uiteraard kan het ook zijn dat u aan een bepaalde leeftijd toch al nadenkt om het pand eventueel te gaan schenken of testamentair te laten toekennen aan de kinderen of andere familieleden. Vandaar dat, zoals daarnet aangehaald, dat u eigenlijk ook al moet proberen, indien mogelijk uiteraard, toch dat plan eigenlijk, die prognose wat op te maken bij de start en voor het aankopen van het vastgoed. Nu,
Wanneer we dan inzoomen op de aankoop zelf, op het moment van de aankoop, wel, dan is er uiteraard ook dan al sprake van een zekere taxatie, van een zekere fiscaliteit. Dan spreken we concreet eigenlijk over dus ofwel de verkooprechten die je betaalt, de vroegere registratierechten die je betaalt wanneer het gaat over de aankoop van gronden of wanneer het gaat over de aankoop van bestaande panden. Maar dit kan ook uiteraard volledig onder BTW aangekocht worden of de combinatie van verkooprechten en BTW. Nu, gelet op de beperkte tijdsduur die we hebben om dit webinar te presenteren, zoom ik hier enkel in op de verkooprechten. De omvang van de verkooprechten, het percentage dat u betaalt, dat hangt af van een aantal factoren. Is dat vooral uiteraard het gewest waar het pand gelegen is. Wanneer we eigenlijk focussen op Vlaanderen, dus panden gelegen in Vlaanderen, zijn de tarieven, wanneer het pand wordt aangekocht, ofwel 3% ofwel 12%. 3% dat is het geval wanneer we spreken over een pand die wordt aangekocht als enige eigen woning. 12% is eigenlijk het tarief die standaard van toepassing is. En dus wanneer u eigenlijk een pand wenst aan te kopen als tweede woning, derde woning, of een pand die u aankoopt om te verhuren en dus niet zelf te gaan bewonen. Dat zijn eigenlijk de grote lijnen wanneer we eigenlijk spreken over een pand die wordt aangekocht privé. Nu, u ziet, wanneer u een pand privé aankoopt, dan is eigenlijk de context waarin die aankoop gebeurt belangrijk om het percentage te bepalen van de verkooprechten. Wanneer we een pand aankopen via de vennootschap, is die context niet van tel. Dan betaalt u sowieso 12% verkooprechten op het pand dat wordt aangekocht. Dat is de situatie in Vlaanderen. Wanneer we dan even verder gaan en we kijken naar het Brussels hoofdstedelijk gewest, dan speelt ook hier weer de context een rol wanneer het gaat over een aankoop die u privé doet. In Brussel, voor panden die gelegen zijn in het Brussels hoofdstedelijk gewest, betaalt u standaard 12,5% verkooprechten. En betaalt u 12,5% tenzij wanneer het gaat over een pand die eigenlijk tot doel heeft om als hoofdverblijfplaats te dienen, dan betaalt u weliswaar ook 12,5%, maar is er een abattement. Een abattement betekent dat u eigenlijk een vrijstelling hebt van verkooprechten voor een eerste schijf van €175.000. Dus u betaalt op de eerste €175.000, betaalt u dus geen verkooprechten. En belangrijk om mee te geven, dat abattement wordt verhoogd vanaf 1 april en dan, vanaf dan wordt het dus eigenlijk €200.000. Dat is voor Brussel in geval van aankoop privé. Wanneer we spreken over een aankoop op de vennootschap, is het ook hier opnieuw, speelt de context geen rol en is het standaard 12,5% verkooprechten die geïnd worden. Nu, dat wat betreft dus de verkooprechten bij aankoop. Uiteraard, u gedurende x aantal tijd houdt u dan het pand aan. Wanneer we spreken over panden die verhuurd worden, wel, dan zijn er uiteraard ook huurinkomsten. En die huurinkomsten die worden toch wel afzonderlijk belast in, wanneer het gaat over aankoop privé en een aankoop via een vennootschap. We starten met de aankoop van een pand privé. Wel, op vandaag is het zo, in het huidige kader, in het huidige fiscaal kader, dat wanneer een huurder, wanneer u een pand aankoopt privé en u verhuurt het pand aan iemand die het privé gebruikt, dat het niet de huurinkomsten zijn die als basis dienen voor de taxatie. Het is het kadastraal inkomen die bepalend is. Nu, het kadastraal inkomen dient aangegeven te worden. En hoe wordt dat dan eigenlijk belast? Wel, om eigenlijk de bruto belastbare basis te bepalen, gaat men dan het kadastraal inkomen
gaan vermenigvuldigen met de zogenaamde indexatiecoëfficiënt. Dat is eigenlijk een cijfer dat jaarlijks wordt gepubliceerd. En die ter indicatie voor de aanslagjaar 2023, dus voor de inkomsten van 2022, bedraagt dat cijfer 2,0915. Nu, het KI wordt niet enkel vermenigvuldigd met het indexatiecoëfficiënt, maar wordt ook nog eens vermenigvuldigd met een vaste factor van 1,4. Op die manier verkrijgen we een bruto bedrag. Uiteraard, zoals u weet, wordt u in de personenbelasting steeds belast op basis van netto bedragen. Dat betekent dat u dus nog van het bruto bedrag een bepaalde aftrek mag gaan toepassen. Wel, dat is wanneer het gaat over het onroerend inkomen, is in dit geval is eigenlijk die kostenaftrek beperkt zich louter tot de interesten die u hebt betaald in het kader van de financiering van het pand voor de aankoop. Als we dus de interesten gaan aftrekken van het bruto bedrag, verkrijgen we het netto bedrag. En het is het netto bedrag die dan vervolgens belast wordt. Wordt belast op welke manier? Wel, het wordt eigenlijk belast aan het marginaal tarief. Wat is eigenlijk het marginaal tarief? Dat is eigenlijk het belastingspercentage. Zoals u weet waarschijnlijk betalen we in de personenbelasting tarieven eigenlijk op basis van een progressieve tabel. Dus hoe hoger de inkomsten, hoe hoger het tarief dat van toepassing is. Wel, het marginaal tarief is eigenlijk dus het belastingspercentage van de hoogste schijf waaraan u belast wordt. Vervolgens betaalt u er ook nog de gemeentebelastingen op die van toepassing zijn. En ja, ik ga er even snel door, maar ik zal dat nog wat verduidelijken aan de hand van een voorbeeld. Wel, concreet. Stel nu, u koopt een appartement aan privé. U verhuurt het aan €800 per maand. Ja, ik had daarnet verteld, het zijn niet de reële huurinkomsten die tellen, maar u moet gaan kijken, in dit geval, naar het kadastraal inkomen. Dat KI is 900. Dat is ook het bedrag die u aangeeft in de respectievelijke code. Ja, wat is dan ons bruto belastbaar bedrag? Dat is het KI maal die indexatiecoëfficiënt maal 1,4. In dit geval zou dit betekenen dat u dan een bruto bedrag krijgt van €2.635. Zoals u weet, mogen we daar de betaalde interesten van gaan aftrekken. Ja, in dit geval, ik heb €100.000 geleend aan een vaste rentevoet van 3%. Dat zou dit betekenen in het eerste jaar dat u dus €3.000 interesten betaalt. Wel, we mogen dit bedrag integraal gaan aftrekken van het bruto onroerend inkomen. En dat maakt dat we in dit geval dus ons bruto bedrag volledig kunnen neutraliseren, waardoor dat u door die externe financiering dat u dus eigenlijk geen personenbelasting betaalt. In het geval dat er geen financiering was, wel, dan zou u dus aan de hand van het marginaal tarief belasting betalen op die €2.635 belastbare basis. Nu, dat eigenlijk wat betreft de privéverhuur. Wanneer dat we dan een pand die privé werd aangekocht zouden verhuren aan iemand die er beroepsmatig gebruik van maakt, denk bijvoorbeeld aan datzelfde appartement die eigenlijk gekocht of verhuurd wordt aan een accountant die dat beroepsmatig gebruikt, dan gaan we nu niet gaan kijken naar het kadastraal inkomen, maar gaan we gaan zien wat zijn eigenlijk nu de effectief ontvangen huurinkomsten. Ja. Daarvan mogen we opnieuw een kostenaftrek gaan toepassen. Dat is nu niet, in tegenstelling tot daarnet, is dat niet de interestaftrek, maar in dit geval spreken we over de zogenaamde kostenforfait. Dat is een forfait die eigenlijk wordt toegepast. En dat forfait bedraagt 40%. Nu, dat forfait moet ook wel nog eens beperkt worden in functie van een bepaalde formule. Ik heb ze hier ook opgenomen in de slide. Maar wanneer dat forfait dus niet hoger is dan die formule, dan gaan we dus eigenlijk van onze bruto huur een forfait gaan aftrekken van 40
procent. En zo verkrijgen we opnieuw ons netto bedrag, netto belastbare basis. En het is op dat bedrag dat we dan getaxeerd worden op basis opnieuw van het marginaal tarief plus de verschuldigde gemeentebelasting. Het is allemaal vrij abstract wat ik begreep, hè, maar ik heb dat nu eens concreet doorvertaald. Eigenlijk betekent dat wanneer u in ons voorbeeld datzelfde appartement beroepsmatig zou gaan verhuren, dat u eigenlijk op basis van uw reële huurinkomsten plus minus 33% belast wordt. Wanneer we dan even een vergelijking maken met datzelfde appartement die dan privé zou verhuurd worden, dan kwamen we daar maar aan een belastingtarief van, of een belastingsheffing van 15%, wat dat toch een heel stuk goedkoper is, of zelfs vaak 0% omwille van de interestaftrek die u kunt toepassen. Dus conclusie is, wanneer u een pand privé aankoopt met als bedoeling om te verhuren, ja, dan word je toch wel een heel stuk zwaarder belast wanneer u het pand beroepsmatig gaat verhuren. En dat vreet toch wel wat aan uw rendement. Vandaar dat het toch wel raadzaam is om in uw huurcontract dan op te nemen dat er een dat het niet toegelaten is om datzelfde pand beroepsmatig te gebruiken. Of dat u dan concrete afspraken maakt van bij de start, ja, om eigenlijk uw huurprijs wat hoger te plaatsen, rekening houdend met die toch wel vrij zware taxatie die dan volgt in geval van beroepsmatige verhuur. Nu, dit is allemaal eigenlijk in het huidige fiscaal kader. U weet dus dat er een ontwerp is van minister Van Petegem om in de toekomst alle huurinkomsten gelijk te stellen. Dus eigenlijk de taxatie van alle huurinkomsten gelijk te stellen. Wat dat zou betekenen dat de huurinkomsten na aftrek van een kostenforfait van 30% te gaan taxeren aan een vast tarief van 25%. Omgerekend naar onze casus zou dit ongeveer betekenen dat u dan eigenlijk belast zou worden aan een heffing van 18%, wat dat iets duurder is in vergelijking met de situatie van vandaag en van privégebruik. Maar anderzijds zou er in de plannen van minister Van Petegem ook een algemene vrijstelling zijn van 6.000 euro voor alle vormen van inkomsten die gehaald worden uit investeringen. Dus het is wat genuanceerder en er moet concreet gekeken worden naar uw totaalsituatie om te gaan bepalen of dat die nieuwe fiscaliteit of dat nieuw ontwerp eigenlijk voor u nadelig zou zijn, al dan niet. Nu, dat wat betreft de taxatie van huurinkomsten voor panden die privé worden aangekocht. Uiteraard kunt u een pand ook aankopen via de vennootschap. Wel, daar is het veel eenduidiger. De context waarbinnen het pand wordt aangehouden, verhuur, privé of beroepsmatig, speelt hier geen rol. Dus alle vormen van huurinkomsten worden hier steeds getaxeerd. Dus het is steeds de effectieve huurinkomsten die dus eigenlijk gaan bepalen hoeveel belasting dat u verschuldigd bent. Binnen de vennootschap wordt u steeds belast aan een vlak tarief van 25% vennootschapsbelasting. Er is een uitzondering voor de zogenaamde KMO-vennootschappen, de kleine vennootschappen, die dus belast kunnen worden aan een lager tarief voor de eerste schijf van 100.000 euro winsten. Nu, anderzijds, in de vennootschap hebt u natuurlijk wel de mogelijkheid om de kosten te gaan aftrekken. Die kosten die zijn aftrekbaar. En dat gaat zowel over de kosten die u hebt naar onderhoud, kosten naar in het kader van renovatie van de panden, maar ook de eenmalige aankoopkosten zijn in principe aftrekbaar. Dit betekent dat dus de verkooprechten, maar ook de notariskosten, de dossierkosten in het kader van de financiering, dat die allemaal aftrekbaar zijn. Maar weet ook, daar moeten we de nuance maken.
Ja, het is natuurlijk voor de vennootschap wel essentieel dat ze kan aantonen dat de vennootschap baat heeft bij de aankoop. Dus de aankoop van panden waar dat er eigenlijk geen reële huurinkomsten tegenover staan, wel, daar zijn die kostenaftrek is toch, staat toch wel ter discussie. Denk dan vooral bijvoorbeeld aan de vroegere doktersvennootschappen die panden aankochten aan de kust voor eigen gebruik. Wel, daar is er toch wel al heel wat discussie over ontstaan. Uiteraard in de vennootschap kunt u ook gaan afschrijven. Dus de panden kunnen worden afgeschreven over een bepaalde looptijd. Dat is afhankelijk, het afschrijvingspercentage is afhankelijk van het type pand. Wanneer we spreken over industriële panden, dan spreken we over een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Wat dat dus betekent dat u dus eigenlijk elk jaar 5% van de aankoopsom kunt gaan afschrijven. Wanneer we spreken over residentiële panden, bijvoorbeeld appartementen, appartementsgebouwen, dan spreken we eigenlijk over een afschrijvingstermijn van 33 jaar. Dat is ook het geval voor kantoren en handelsgebouwen. Belangrijk, grond is nooit afschrijfbaar, dus het gaat enkel over de constructie die afschrijfbaar is. Wat betekent dit voor de vennootschap? Wel, dit betekent toch wel dat door die afschrijvingen, ja, dat we toch wel gaan zien dat ja, eigenlijk die huurinkomsten die binnenkomen in de vennootschap, die zouden belast worden aan 25%, dat ja, die toch wel vrij vaak gedurende de looptijd van de afschrijvingsperiode, dat die toch wel geneutraliseerd kunnen worden, geheel of gedeeltelijk. Dus de vennootschap heeft toch wel het voordeel, hè, ook al word je belast op basis van de reële huurinkomsten, ook al ja, dat eigenlijk gedurende de looptijd van het aanhouden van het pand, gedurende de afschrijvingstermijn, dat eigenlijk die huurinkomsten quasi niet belast worden. Anderzijds, ja, moeten we natuurlijk dan op het einde van de looptijd gaan kijken, ja, wat als ik dan mijn pand wens te verkopen? Wel, wanneer we eigenlijk spreken over een pand die privé aangekocht wordt, ja, dan zijn die meerwaarden eigenlijk in de praktijk heel vaak zeer beperkt. Waarom? Wel, eerst dan vooral, wanneer u een pand aankoopt en u verkoopt het na 5 jaar, hè, ja, ook weer een onderscheid te maken, weliswaar, tussen het type pand, hè, maar wanneer dat we eigenlijk kijken naar gebouwen en u verkoopt het na 5 jaar, dan zijn die meerwaarden, hè, die meerwaarden zijn dan eigenlijk niet belastbaar wanneer het pand privé aangehouden wordt. Ja, wat is de meerwaarde? Hè? Wat is eigenlijk de meerwaarde, de berekening van de meerwaarde? Wel, wanneer we spreken over panden die privé waren aangekocht, is de meerwaarde gelijk aan de verkoopprijs min de aankoopprijs die u historisch gezien betaald had, maar min ook bepaalde correcties die kunnen toegepast worden. Concreet voorbeeld, wanneer u een pand zou aankopen, een gebouw, en u verkoopt dat na 4 jaar, ja, dan ga je kijken naar de verkoopprijs min de aankoopprijs, maar voor elk jaar dat u het pand hebt aangehouden, mag eigenlijk de aankoopprijs verhoogd worden met een forfait van 5% per verlopen jaar. Dus met andere woorden, zeer concreet, u koopt een pand aan voor 1 miljoen euro, hè, u verkoopt het na 4 jaar voor 1,5 miljoen euro, dan is uw meerwaarde 500.000 euro, maar 500.000 euro min, ja, eigenlijk 5% van die 1 miljoen euro voor elk verlopen jaar. Dat komt eigenlijk concreet neer op 20% van die 1 miljoen. Dus eigenlijk wordt u dan pas belast eigenlijk op, niet op 500.000 euro, maar op 500.000 min 200.000, zijnde 300.000 euro. Verkoopt u het pand binnen de 3 jaar, wanneer het gaat over gebouw, betaalt u 16,5% meerwaardebelasting. Gaat het over gronden, wel, dan worden die belast aan 33% binnen de 5 jaar. En ja, zoals u ziet, na 8 jaar betaalt u geen meerwaardebelasting wanneer het gaat over een verkoop van grond. Wanneer we dan, ja, de reflectie maken naar een pand die werd aangekocht via de vennootschap, is dat opnieuw toch wel een, ja, een andere methode van berekenen.
Bij een vennootschap dan wordt u steeds belast, niet op basis van het verschil tussen de verkoopprijs en de historische aankoopprijs, maar wordt u belast op het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde van het pand. Wanneer u dus een pand gedurende al die jaren hebt afgeschreven, gaan we eigenlijk gaan kijken naar ja, wat is de boekwaarde op dat ogenblik. En dan gaan we eigenlijk de verkoopwaarde gaan vergelijken met de boekwaarde. En het is op dat verschil dat u dan meerwaardebelasting betaalt. Dus u betaalt er sowieso. Wat is het percentage van de meerwaardebelasting? Wel, dat is het tarief van de vennootschapsbelasting, zijnde 25%. Nu, u kunt dit wel... u kunt de meerwaardebelasting... U kunt vermijden dat u ze in één keer betaalt door gebruik te maken van de zogenaamde gespreide taxatie. Dat betekent dat u eigenlijk dus het volledige verkoopsom van het pand gaat herinvesteren in nieuwe afschrijfbare activa. En op die manier kunt u dan eigenlijk dus de meerwaardebelasting die u verschuldigd bent, kunt u vooruitduwen in de tijd en kunt u dus eigenlijk te lasten nemen van de komende afschrijvingstermijn. Dus bijvoorbeeld u herinvesteert in een kantoorgebouw, wel, dan kunt u de meerwaardebelasting gaan spreiden over 33 jaar. Wat dat uiteraard ook rekening houdt met de geldwaarde, met de nominale waarde van geld, toch wel een aanzienlijk voordeel is. Conclusie. Zo komen we bij de conclusie. Wel, er zijn dermate veel factoren waar u toch wel rekening moet mee houden. Globaal gezien kunnen we zeggen dat op vandaag in het huidige kader een pand die privé wordt aangehouden en die privé wordt gebruikt door de huurder, ja, toch wel de laatste taxatie geeft wat betreft de huurinkomsten. Wanneer we gaan kijken eigenlijk naar een pand die privé wordt aangekocht en beroepsmatig wordt verhuurd, ja, zien we dat dat toch vrij duur is. Een pand die privé, die gekocht wordt op de vennootschap, wel, daar zit u sowieso met uw taxatie van de huurinkomsten en zit u ook wel met uw meerwaardebelasting. Maar zoals daarnet gezegd, ja, bij een vennootschap kunt u toch wel zeer veel kosten gaan aftrekken van uw belastbare huurinkomsten, waardoor dat u gedurende de looptijd toch uw taxatie kunt minimaliseren, met uitzondering uiteraard van de meerwaardebelasting. En finaal, ja, wil ik ook nog meegeven dat een vennootschap uiteraard ook onder bepaalde voorwaarden ja, de BTW kan recupereren. Concreet betekent dit wanneer u een pand bijvoorbeeld zou aankopen als investeringspand en u verhuurt het onder BTW, wel, dan kunt u eigenlijk de BTW volledig recupereren. Als laatste punt wil ik ook nog meegeven. Ja, ik had het daarnet over de verschillende fases waarin u het pand aanhoudt. Indien u op een bepaald moment het vastgoed zou willen schenken, wel, weet dan dat wanneer het gaat over een pand die privé wilt aanhouden, dat u gebonden bent aan de zogenaamde progressieve schenkingstarieven. Met andere woorden, het wordt duurder om te gaan schenken naarmate dat de waarde van het pand hoger is. In een vennootschap, ja, uiteraard, een pand die in een vennootschap ondergebracht is, wordt per definitie roerend. En daar kunt u dan eigenlijk het pand of de vennootschap eigenlijk gaan schenken, de aandeel van de vennootschap gaan schenken aan een vast tarief van 3% of 7%. Zo, dat was eigenlijk onze presentatie. Ik wil je nog bedanken voor de aandacht. Alle vragen die u nog zou hebben na het bekijken van dit webinar, die mag u gerust doorsturen naar invest@dewale.com. En ik wil uiteraard nog even benadrukken dat wij als De Wale zijnde een levenspartner willen zijn, ook voor onze investeerders. Dus vandaar dat wij ook sterk inzetten op een doorgedreven persoonlijke begeleiding, waarmee wij jullie toch zeker van dienst kunnen zijn als het zijnde investeerder of het zijnde koper van vastgoed. Nogmaals bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot later.